Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com. Officiële sponsor van de UEFA Champions League. Jesus brengt hem voor de goal. Oh, opletten hoor, want die paal, ik zag het al gebeuren en het is ook wel even compact geweest, maar het valt mee voor Sterling. Hij kan hem ook niet binnenduwen. Keegan Riley, Jesus met de versnelling voorbij Matheus Reis en dan de tackle van Ugarte op de bal. Blijkbaar wel. Zegt Meller toch, weer geen penalty, maar ik denk dat er net buiten was. Dat wel, we kijken intussen naar Phil Foden. Phil Foden gaat aanleggen, Phil Foden met de poging en Adam. Die duwt hem naar de buitenkant. Het is trouwens Ugarte, de man van de potentiële overtreding, die zelf op de grasmat is blijven zitten zo net. Jesus dringt de 16 meter binnen. Goeie balbeheersing, legt hem af tot bij Silva. Nog eens afleggen centraal, Zinchenko, en dan is het momentum weg. 8 minuten nog tot de rust. Keegan Riley. Bernardo Silva, goede bal, maar ook goed verdedigd. Wie was het? Die wegkopte. Porro, maar het is nog niet voorbij. Sterling, Zinchenko, goede overlap. En dan legt hij hem achteruit en zit er weer iemand van Sporting tussen. Hier is de nieuwe kans voor Sterling. Manchester City is in het slot van de eerste helft plots weer naar versnelling 6 geschakeld. Zinchenko. Flankwissel. We zijn wel benieuwd wat deze man gaat brengen, de invaller. En dat gaan we misschien meteen al weten, want hier ging hij maar eens. En heeft hem opnieuw te pakken. Geeft hem mee met Jesus. En daar is de goal al. Anderhalve minuut ver in de tweede helft. En we mogen deze goal voor 80% op de naam schrijven van Riyad Mahrez. Want hij zorgt voor de actie. Hij zorgt voor de opening. Snijdt door de defensie van Sporting. Hier gaan ze toch nog eens twee lijntjes trekken. Ja goed, we hebben in de eerste helft ook al een tussenkomst van de VAR verwacht toen maar, voor een penalty. Dit is iets makkelijker natuurlijk, te verifiëren. Niet voor buitenspellen. Hier kunnen ze en hier trekken ze heel snel een lijn. En ik denk met zijn hoofd, ik denk dat hij er voorbij is. Maar deze man gaat het horen van Paolo Valeri. Dat is maar met ons beperkt zicht, hè. Ja, het is even wachten natuurlijk. Hè. Ze staan te babbelen ook, Sarabia en Jesus. Heeft hij zijn vierde gemaakt? Nee. Arm omhoog, dus buitenspel. Kijken naar McAteer, die geeft hem naar de buitenkant. Jesus krijgt een herkansing en hij trapt hem op Adam. En hier is hij, Marcus Edwards, de man die opgeleid werd bij Tottenham. Hij maakt de actie, ja, hij is vlot voorbij Zinchenko. En dan is het heel erg jammer voor hem. Praten achter de hand. Drie man uiteindelijk maar, want Edward toch met zijn meter 61. Een gokje, Wim, wat wordt het? Ah, Mahrez dan toch. Alhoewel. Ja. Mahrez. Ja, op zich was het idee niet slecht, maar ze komen er hieruit. En dan een schot uit de tweede lijn. Afgeblokt. Mooi van Paulinho. En nu Tabata meteen diepgang bij Edwards. Paulinho spurt door. Slimani had hem misschien moeten krijgen, maar goed, ook Edwards de andere kant gevonden. Matheus Reis met een vlam.
De corner met Gundogan. En opletten. Oh, de vrijstaande kopkans. De vrijstaande kopkans voor John Stones nog. Zinchenko. Ja, mooi van McAtee. Sterling. Oh nee, hij laat hem liggen. Oh la la, ja, dat is dit absoluut de allerbeste kans uit de hele wedstrijd. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com. Officiële sponsor van de UEFA Champions League.